rijden, laat Shani de nieuwelingen over in de boot naar Marak. Het mag dan wel donker zijn, maar de toekomst ziet er nu toch rooskleurig uit. Ze komen aan op het eiland Marak. Shani wil de nieuwkomers meteen in quarantainekooi plaatsen. Hey. Hello. Oh, we'll try our best first. We should do this in first. Kimo, een uit de kluiten gewassen mannetje, mag als eerste uit zijn box. Looks very scared. Hey guys. Usually I'm more worried with Gibbon, because they're more sensitive to stress, so hopefully this one will be okay. Hello. This is Yumi. He looks terrified. Yeah. Okay. But it looks okay. So the last